Nu hebben we dit. Oeh! We hebben dus heel dat bellenblaas vloeistofje eruit gegooid. Oh, ik zit ook helemaal onder. Hey, hallo! Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe action video. Ik ben in ieder geval blij dat je er vandaag bij bent, want dit is een speciale dag. We gaan namelijk iets heel leuks doen. We gaan een nieuw type video opnemen. Er zijn namelijk nieuwe talenten achter de camera bij Action. En dat betekent dat er ook heel veel nieuwe ideeën zijn. Even tussendoor, mocht jij een leuk idee hebben of een verzoekje wat je graag op dit kanaal wil zien, laat het ons hieronder weten in de comments. Misschien gaan we wel met jouw idee aan de slag. Maar vandaag is het dus tijd voor een nieuw type video. En vandaag gaan we iets doen met producten die ik ga voelen in een doos. Dit klinkt heel raar, hoe kan ik dit het beste uitleggen? Wacht, ik ga hem er gewoon bij halen. We hebben hier dus een box. Hier gaan producten in en ik weet niet wat hierin gaat. Ik beloof, ik zweer dat ik echt niet weet wat er in deze box gaat. Dan ga ik voelen zo met mijn hand in die box. En dan ga ik raden hoeveel het kost en wat het is. Andersom natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het best wel een beetje spannend. Weer een nieuw type video, maar ik heb er heel veel zin in. Dus kijk vooral met me mee. Er staat nu een product in de box. Ik ga even voelen of ik... ik kwam het al heel snel tegen. Of ik weet wat het is. Het is hard. Deze video wordt heel gek. Ja, vorige keer heb ik dus van jullie op mijn kop gekregen dat ik dus heel veel producten wist wat het was. Maar ik zweer echt, ik weet echt niet wat hierin zit. En ik probeer ook niet te kijken, want als ik naar beneden kijk dan kan ik het misschien niet zien. Dus ja, ik denk dat ik het weet. En ik wil ook altijd gewoon winnen als ik het weet. Ik denk dat het van die dingen zijn waarmee je jeu de boel kan spelen. Nou, het is in ieder geval een treetje met ballen. Jee, leuk! Kijk, dit zijn ze. Jeu de boules. Dit is echt ideaal voor op vakantie. Hoe duur denk ik dat dit is? 10 ballen. Hoeveel kosten jullie? €3,99 denk ik. Oh, het is €2,29. Altijd weer goedkoper bij Action dan je denkt. Ik vind het leuk. Ik wil dit hebben voor op vakantie, als we weer mogen. Dit is iets... Oh, ik mag mijn ogen weer open doen, hè? dit is een van hout en met een touw. Oeh, ik zat ergens in waar ik weet niet wat dat is. Ik denk dat het een windlicht is. En wat... Nou, ik ga nog niet raden wat die kost, want ik weet niet hoe chic die eruit ziet. Oké. Daar gaat hij. Ta! Ja, het is een windlicht. Van bamboe of zo. Wat is dit? Hout. Oh, een lantaarn heet het. Sorry, geen windlicht. Van bamboe. Ik vind deze helemaal leuk. Er zit een glaasje in. En met een touw wat je eraf kan halen, zo te zien. Wat kost dit? Ik zeg €3,19. €2,62. Dat is echt een kopie voor deze. Hij is echt super hip. En als je van zo'n bohemian vibe houdt, dan is dit echt een aanrader voor je interieur. Oh, hier moet ik voorzichtig mee te zijn, denk ik. Of niet? Wat is dit? Ik heb echt geen flauw idee. Je kan er niet in knijpen. Het is hard en... Ik ben er echt een potje van aan het maken. En ik heb ze er ook al uitgeduwd. Dus wat is dit? Oh, kijk. Het zijn solarlampjes. Wat geinig. Mozaïek solarlampjes. Met ledlicht. Op zonne-energie werkt het. Vet leuk. Hier zit dan het zonnepaneeltje. En hij heeft een mozaïekje in 3 verschillende kleuren. Wat kost dit? Voor 3 van die lampjes €4,99. €5,95. Zat er een euro naast? Maar alsnog niet duur natuurlijk. Ik heb helaas geen tuin, maar als je een tuin hebt is dit een aanrader. Ook een leuk cadeau trouwens. Oeh, hij komt al bijna eruit piepen. Wat ben jij? Oeh. Oh ja, yes. Oh, vet leuk. Hoe leuk is dit? Dit wil iedereen toch gewoon in de tuin? Oh, fantastisch. Het is een bellenblaasapparaat. Dit is wel echt heel cool. Dit is fantastisch. Ja, leuk. Ik wil dit. Dit is toch mega mooi.
Hoe duur ben jij? Maakt me niet uit, ik wil je. Het kost €3,99. Yes! Zit er iets in die doos? Oh ja. Ja. Oh, dit is iets van sieraden. Gemixt met heel veel glibberig spul van Belleblaas. Het voelt als een kettinkje of oorbellen of armbandjes. Nee, ik denk armbandjes of enkelbandjes. Dat zou wel leuk zijn. Oké, ik ga kijken. Ja, het zijn enkelbandjes. 3 stuks. Eentje met een palmboompje en dan 2 die daarbij passen. Wat kost jij? €1,29. 99 cent, dat wilde ik eerst zeggen. Maar toen dacht ik, ja, dat is wel heel goedkoop. Maar ja, Action is ook heel goedkoop. Oh, wat is het? Een schort? Iets van canvas? Oh, wat is dit? Een zakje? Ik heb echt geen idee. Een tas! Een tas! Het is een tas! Denk ik. Zo'n strandtas. Ja, met zo'n koord. Een beetje zo'n marine vibes. Oké, geen marine vibes. Maar hij is wel helemaal leuk. Wat een leuker dit. Echt zo'n zomertas waarmee je naar het strand kan. Lekker al je spullen erin gooien. Heel groot is hij. Hij heeft echt een mega groot binnenvak. En oh, kijk. Handy. Want je wil natuurlijk niet dat je spulletjes eruit gejat kunnen worden. Kijk, dit is. Wat een topper. Wat kost het? €3,99. Oh, dit was wel tegenvallen. €5,95. En dat is natuurlijk alsnog niet duur. Want hij heeft een sluiting. Wel een hip printje. €5,95 is alsnog niet duur natuurlijk. Ik vind hem leuk. Huh? Er komt iets uit de box. Oh, leuk. Dit voelt als iets wat ik thuis heb. Als lampjes. Maar het zijn er een heleboel. Huh? Heel veel. Ik denk dat je hier een feestje mee kan bouwen in de tuin. Of gewoon gezellig. Ja, ik heb deze. Ze zijn echt fantastisch. Dit zie je ook heel veel op terrassen en zo. Ik weet niet meer hoe het eruit ziet op een terras momenteel. Maar het is wel echt mega gezellig. En deze zijn trouwens van plastic kunststof. Dus die gaan ook niet zo makkelijk kapot. Ja. Oké, ik zet er hoog in hiervoor. Want dit kost wel een flinke duit. Ik denk €12,95. €14,95. Ik vind dat close enough. Dat waren ze. Alle producten heb ik betast in deze box. Ik ben heel benieuwd wat jij van dit nieuwe video-idee vindt. Laat het ons weten hieronder in de comments. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Dan weet je als eerste wanneer een nieuwe video online komt. Ik wil je heel erg bedanken op mijn ongemakkelijke manier. Ik hoop je volgende keer te zien. En tot dan. Doei! Ik kan gewoon niet staan en dan zo verhaal houden.